Dus we zijn van één hoek vertrokken en de tekening moest volledig doorlopen in de deur, maar ook in de weggewerkte maatkast. Dag schilders en vaklui, welkom bij weer een nieuwe Schilders TV en welkom wederom vanuit Hasselt. Mijn collega Lennart is laatst op een project geweest hier bij Tibos Timmy Boer Schilderwerken. En toen vertelde Aloysia ons over de F5 afwerkingsgraad waarmee zij bezig zijn. Timmy belde mij laatst en hij zegt, het project is klaar, kom eens kijken. Dus ik ga samen met Timmy kijken hoe het project is geworden en wat de meerwaarde nu is van zo'n F5 afwerkingsgraad. Hoi Tim, welkom in onze architectenwoning. Ja, dankjewel. Dankjewel dat ik hier weer mag zijn. We zijn weer terug. En je had het over de F5 afwerkingsgraad, dus vertel. Geweldig, dit is de Tibosweg jongens. Dus ik wil jullie hier laten zien wat de hoogste haalbare graad is van afwerking met de producten die de dag van vandaag voorhanden zijn. Dit is een huzarenstukje, dus die heeft bloed, zweet en tranen en ervaring gekost. Maar het was fantastisch om te doen en zeker in deze architectenwoning. Maar dit is een beleving en een ervaring. Dit krijg je moeilijk op beeld, zeker de afwerkingsgraad. Dat zou jij moeten doen, Tim. Ja. Voor de rest zou ik zeggen, kom even mee kijken en we gaan de ronde doen. Dus Tim, hier hebben we een trappenhal uit 3 verdiepen. In één stuk moeten schilderen spuiten, zal ik maar zeggen. Dus dat was geen sinecure. Alles wat we hier hebben gedaan is eigenlijk op één dag gespoten. De bewerking die we op de muren hebben gedaan, heeft Aloysia in de vorige film al erg goed uitgelegd. In totaal zijn hier 2 maal kruislagen opgekomen, dus 1 kruislaag primer, achteraf bijgewerkt, bijgeprimed. Dan hebben we 2 eindlagen aangebracht, de SPS Resimat 9016. Alles wat je hier ziet, de blokkadedeuren zijn gespoten. De deuren zelf zijn bij ons in de cabine gespoten. Hadden we ook toegelicht vorige keer op het filmpje. Dus Tim, je hebt nu kunnen ervaren wat de Tibosweg inhoudt. Dan wil ik jullie nog graag laten meekomen naar een huzarenstukje wat ik zelf heb mogen behangen. Dat was geen sinecure, maar we hebben het tot een mooi resultaat gebracht samen met mijn team. Dus we zijn van één hoek vertrokken en de tekening moest volledig doorlopen in de deur. Maar ook in de weggewerkte maatkast. Dus als we zelfs het paneel opentrekken, ga je zien dat de schappen aan de achterkant van de kast ook volledig zijn behangen met dit arte flamingo behang. En dat de tekening perfect naadloos doorloopt. Hey Timmy, volgens mij hebben we alles gehad. Collega schilders, dit moeten jullie eigenlijk ervaren. Het is heel moeilijk om dit op video of op foto te pakken. Maar als jullie vragen hebben bij de Tibosweg of de opbouw van dit project, graag volgen op Instagram @teamtibos en dan beantwoord ik persoonlijk al jullie vragen. Dank jullie wel, Tim. Ja, Timmy, dankjewel dat wij er weer mochten zijn en ik zeg gewoon graag tot de volgende keer. Super, dankjewel. En voor jullie, zoals Timmy al zei, laat ons weten wat je van dit project vindt. En heb je nou vragen over de F5 afwerkingsgraad? Schroom niet om Timmy een berichtje te sturen. Laat ons even weten wat je van de video vindt in een reactie. Als je hem heel gaaf vindt, deel hem. En ben je nog geen abonnee op ons YouTube kanaal? Druk dan even op abonneren en dan ben jij als eerste op de hoogte van alle nieuwe content. Nogmaals, dankjewel voor het kijken. Wil je dat wij een keer bij jou langskomen? Stuur een mailtje naar info@schilderstv en dan hoop ik te zeggen tot snel. Hoi!